Even opnemen. Goed, welkom bij onze live les. En we gaan het hebben over de gratis lessen die je natuurlijk gezien hebt, of hopelijk gezien hebt, op mijn cursuswebsite. Even kijken hoor. Dus ik zou gewoon zeggen, laten we die gaan oefenen. Ik heb nog wat vragen voorbereid. Even kijken. Wilma, leuk je te zien. Dat is wat leuk met de camera aan, hè? Kijk, de rest kan niet. Ik vind het leuk. Agnes, Kurt Koppen, maar zo heet je niet. Nee. Als je rechts in de hoek kan je rename, kan je je naam geven. Leuk. Hey Alfred, hey Irene. Irene, even maar goed doen. Superleuk. We gaan beginnen. Maar ik had eerst nog even wat vragen. Even kijken. Ik zie wel bekende namen, maar soms zie ik ook namen dat ik denk, ja, ik weet even niet wie erachter zit. Je ziet als het goed is nu een vraag verschijnen in het scherm. En ik wil graag even weten, heb je wel eens een live les meegemaakt? Niks. Die hoorde ik, Ingrid. Het kan zijn dat je misschien niks ziet staan als je volgens mij op een mobiel kijkt of zo. Of als je, nou ja, ik weet het niet. Er is in ieder geval iets. Ik heb wel eens mensen gehoord in ieder geval die zeggen van ik zie niks. Onderin hebben we de chat. Of in ieder geval, bij mij is het onderin. Ballonnetje zie je staan. Of je, ik weet niet, als je op iPads kan zien, dan kan je even zo vegen. En dan kan je daar berichtjes inzetten. Ik zie dat niemand nog wat getypt heeft. Of daar kan je ook straks de antwoorden inzetten. Want we zijn met een grote groep. Nog niet zo groot als dat ik verwacht had. Maar misschien gaat dat nog komen. Ja, goed zo. Buenos dias. Heel goed. Mathieu, je doet er ook een cursus, of niet? Heel goed. Buenos dias, Kathleen, Lydie, Wilma, Mathieu, Lizzie. Leuk. Heb je al eens een live les meegemaakt? Nou, hij staat daar. 78% zegt van wel en 22% zegt van niet. Kijk, kunnen jullie dit zien? Ja? Ja. Oh, inmiddels 79% geworden. Even kijken. Oh. Stop. Ik heb namelijk nog meer vragen. Om even het niveau te bepalen van deze les. De volgende vraag is, hoe is jouw kennis van de Spaanse taal? Er staan wat antwoorden. Ik weet nog niks. Ik ken wat woorden. Ik kan de werkwoorden vervoegen. Hoe kan je dit programma in het Nederlands omzetten? Dan bedoel je Zoom? Nee, Zoom is Amerikaans. Die kan je niet omzetten in het Nederlands. Maar ja, op zich heb je hem ook eigenlijk nergens voor nodig. Als je maar mijn link hebt en je klikt erop. En meer staat er dan Zoom meetings openen. En je klikt op yes of zo. Ik heb geen geluid. Ja, dan moet je aan je... De rest hoort mij wel, toch? Ja. Oké. Even kijken. Ik weet nog niks. Nou, gelukkig 0%. Nou, dan hoef ik hem ook niet zo makkelijk te maken. Ik ken wat woorden. 33%. Ik kan de werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd. Cool. 47%. Ik spreek al redelijk Spaans. 20%. Goed Spaans. Nog niemand. Oké. Even kijken, Peter zegt geen geluid. Kijk, nu zien jullie het ook. Ik vind het altijd, dan zeggen ze natuurlijk geen geluid. En dan kan ik natuurlijk wel wat zeggen, maar nou ja, dan gaan ze maar zoeken. Oké.
Stop share. Goed. Even kijken, heb ik nog een vraag? Ja, laat ik deze ook maar gelijk stellen. De laatste. Ken jij mijn unieke lesmethode? Ik heb natuurlijk vrij uniek. Ik heb super unieke lesmethode, omdat ik niemand laat verdwalen in grammatica. En omdat ik iedereen hele makkelijke stapjes geef, waardoor je het heel snel gaat onthouden. En dat is uniek, want mijn lessen, wat je leert zeg maar in de beginners, dat kun je dus doen in 16 weken, kan ook veel sneller hoor, want je gaat natuurlijk gewoon in je eigen tempo. Daar doen normaal mensen 1,5 jaar over. En mijn alles, is mijn beginners en mijn semi-gevorderde cursus. Dat kun je doen in 32 weken. Je kan het ook met live lessen, dan gaat het sneller. Maar dat staat dus voor, waar een normale cursus, elke andere ouderwetse lesmethode, daar 3 jaar over doet. Dus vandaar dat ik een unieke lesmethode heb. En dat kun je ook zien aan alle leuke berichten van mensen op mijn cursuswebsite. Of op mijn website, supergoedspaansleren.nl. Even kijken. Ik volg al een cursus, 11%. Ja, maar ik ben nog niet begonnen. 61%, hè? Dat is echt... Even kijken. Ik kan nu echt niet iemand gaan helpen met het geluid aanzetten. Kan iemand misschien een tip geven waar ze, die ook datzelfde probleem had, dat ze net niet mij hoorden. En nu ik misschien op die 3 puntjes heb geklikt en daar iets... Ik weet het ook niet. Ik weet niet. Kijk, ik weet niet of mensen kijken op een iPad, op een mobiel of op een laptop. Het is namelijk altijd alweer anders hoe ze dit hele Zoom gebeuren zien. Goed. Ik ken het nog niet, zeg 33%. Vind ik ook altijd leuk. Dan hoop ik wel dat je mijn gratis lessen gedaan hebt. Want zoals mijn gratis lessen zijn, zo is ook mijn cursus. Weet je, de hele beginnerscursus bestaat dan uit 31 van die lessen. En elke les bestaat natuurlijk uit een lesvideo, een lesdocument. Heb je ook wat e-book van, een podcast, een oefening en antwoord op een oefening. Zoals de gratis lessen zijn, zo is ook mijn cursus. Oh, goed zo, Peter. Help Jacqueline maar even. Kijk, hier zien jullie het resultaat. En dat is even genoeg. Gooi je vierenluid uit. Goed, dat waren mijn vragen. Wilma denkt, ja, dat heb ik nou 100 keer gehoord. Of niet? Ik zeg, we gaan beginnen. We gaan gewoon beginnen in de chat. Omdat we natuurlijk met heel veel mensen zijn. Normaal mijn live lessen. Ik bied natuurlijk ook mijn online lessen met live lessen aan. Dan zeg ik altijd bijvoorbeeld met de beginners. Jullie oefenen zelf 3 lessen in de week. En op maandagavond oefenen we... gezamenlijk. En dan geef ik natuurlijk nog veel meer tips. En dan krijgen ze ook nog extra lesmateriaal. En de hele week door worden ze begeleid in de besloten groep. En... Goed zo, Peter. Het is Jacqueline gelukt. Top! En zo zijn dan de live lessen. Live lessen zijn voor de beginners en semi-gevorderden. Starten pas op 7 september. Maar zeg ik, start vandaag alvast met de cursus. Pak je alvast een voorsprongetje. Beginners is 11 live lessen. En semi-gevorderde zijn 16 live lessen. Oké, we gaan de antwoorden geven in de chat. Ik heb dan. Buenos dias, zei iedereen al hola? Nou, het is natuurlijk les 1, gedag zeggen. Zo begin je natuurlijk ook met integreren. In ieder geval toen wij hier in Spanje gingen wonen. Nou ben ik hier al 25 jaar geleden, ging ik in Spanje wonen. En toen had ik dus het probleem dat ik dacht van, jeetje, ik wil contact maken. Maar ik sprak toen nog geen Spaans. Nou ja, inmiddels 25 jaar later gaat het goed. Maar om te integreren is het dus heel handig om gedag te kunnen zeggen. Ho. Ik hoop je uit. Oh. Goed.
Weet je wat? Ik ga even mute all en ik zeg, jullie mogen hem niet meer aanzetten. Oké, nou gaat het goed, geloof ik. Buenos dias, weet iedereen. Hola. Peter zegt, ¿qué tal? Hoe vraag je aan iemand, hoe gaat het met jou? Of hoe gaat het met u? Hoe vraag je dat? Alfred denkt, weet ik veel. Nou ja, kijk maar naar de antwoorden dan, Alfred, wat ze zeggen. Sineke, leuk. Sineke, jij doet ook een cursus bij mij, toch? Dan heb je mazzel dat je de link hebt gekregen, want ik had eigenlijk alleen voor nieuwe mensen. Oh ja, goed zo, goed zo, goed zo. Inderdaad. Er zijn meerdere manieren. Ik heb ook in mijn besloten Facebookgroep, Alfred, zet ik ook altijd zinnetjes. Waardoor je ook iedere keer een beetje Spaans kan leren. Maar ik zie hier eigenlijk alle manieren al voorbij komen. Como estás, maar dat is dan wel met een streepje op de O. Spanjaarden zijn gek op overal streepjes opzetten. Maar als je nou in ieder geval geschreven ziet staan en je ziet ergens een streepje op staan, dan weet je, oké, daar komt dus de klemtoon. Dan ga ik nu even al gelijk iets vertellen. Want ik heb natuurlijk dit al honderden keren gedaan en ik heb al duizenden mensen gehad in mijn live lessen. En ik hoor nog steeds, dan gaan we weg of gaan we uit de live les en dan zeggen ze adios. En dan zeg ik, nee. Er zit een streepje op de O van adios. Daarom gooi je de klemtoon op die OS. Dus het is adios, dus niet adios, wat Nederlanders en Belgen leuk vinden om te zeggen. Maar het is adios, adios, met klemtoon op de O. Maar daar hadden we het helemaal niet over. Maar omdat ik het over streepjes heb, denk ik, oh ja, dat moeten jullie ook weten. Dit gebeurt dus altijd bij mijn live lessen dat ik denk, oh ja, dat is ook belangrijk. Dat moet je weten en dat moet je weten. En daarom ben ik altijd groot fan van live lessen. Omdat je 100.000 keer meer hoort als alleen mijn online cursus. Como estás is dus, hoe gaat het met jou? Dan heb je nog, como está. Como está is, hoe gaat het met u? Maar ook, hoe gaat het met haar of met hem? Weet je, want het is de derde vorm van vervoegen. En dat is dus hij, zij en u. Dus como está. Je mag ook zeggen como está usted, hè, als je dat fijn vindt. Como está usted. Dan zeg usted is eigenlijk u. En de makkelijkste, maar ook wel een beetje de informele. Tegen oudere mensen zeg ik altijd wel como está. En qué tal gebruik ik meer. Dat is ook hoe gaat het. Maar qué tal is een hele makkelijke om te gebruiken in de tegenwoordige tijd. Maar ook in de verleden tijd voor alles en nog wat. Dus dan bedoel ik bijvoorbeeld qué tal tus vacaciones. Weet je, hoe was jouw vakantie? Of qué tal, hoe gaat het met je? Of qué tal tu madre, weet je, hoe gaat het met je moeder? Of overal kan je het voor gebruiken. Tegenwoordige tijd en verleden tijd. Dit staat ook niet in mijn lessen. Maar dit is weer de extra informatie die ik je dan geef. En heel makkelijk om te gebruiken natuurlijk. Ook als iemand bijvoorbeeld in een nieuw huis is gaan wonen. Of ze zijn bezig met een verbouwing. Kan je ook zeggen, ¿qué tal tu casa? Weet je, hoe gaat het in je huis? Dus een hele makkelijke om altijd te gebruiken. Oh ja, en dit wil ik ook. Niet dat we nu gelijk weggaan. Maar ik zie hem nu staan en ik zie dit heel vaak fout gaan. Hoe zeg je tot de volgende keer? En niet dat deze les nu afgelopen is hoor. Maar omdat ik het nu zie staan in de les, denk ik dat moet ik jullie echt even vertellen. Hoe zeg je tot de volgende keer? Hoe stel je het uit in Spanje? Nou, nee hoor. Nou weet ik, is er groot verschil tussen Spanje en de kust. De kust is natuurlijk, vind ik, ja, het is natuurlijk heel toeristisch. En dat vind ik niet het echte Spanje. Wel ga je net van de kust vandaan. Dan kom je meer
nou ja, zoals de echte Spanjaarden zijn. En natuurlijk is er ook een groot verschil tussen Catalonia, Valencia, Madrid en waar ik woon. Dat is natuurlijk echt het echte, echte Spanje. Tot ziens, is hasta luego, luego, hasta la próxima. Even kijken hoor, even alle antwoorden kijken. Hasta luego is natuurlijk, luego is natuurlijk ook later, straks. Hasta luego. Más tarde, hasta luego. Hasta luego, tot ziens. Tot straks, letterlijk. Hasta la próxima, goed zo. Hasta la próxima vez. Heel mooi, tot de volgende keer. Hasta la próxima vez, hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta luego. Ja, nou, weet je wat ik vaak zie? Even kijken, wat zeggen ze dan? A la próxima, zeggen ze dan. A la próxima. Dat ik denk, hé, waar komt dat nou vandaan? Oh, ik word gebeld. A la próxima. Dat is dus niet goed. Het is hasta. Hasta la próxima. Hasta. Haar spreek je natuurlijk niet uit, hè? Hasta la próxima. Oké. Okay. En deze vind ik ook leuk om te vertellen. Als je zegt aangenaam kennis te maken. Kijk, sommigen die mijn live lessen al gedaan hebben, die zeggen, ja, nu weet ik het wel. Maar het is ook niet verkeerd, want ik vertel wel heel veel vaker dezelfde dingen. Herhaling is altijd het sleutelwoord tot succes. Dat zie je ook duidelijk in mijn lessen, want ik heb zoveel stapjes. En elk stapje is kort, want ik zeg altijd, mensen kunnen zich niet zo lang concentreren. En omdat die stapjes kort zijn, ben je er in 10 minuten doorheen. Maar ook herhaal je het steeds, waardoor je het dus sneller gaat onthouden. Oké, ik ga even kijken wat jullie zeggen. Want, het verschilt nogal, ben jij een jongen of een meisje? Want de meisjes zeggen... Ja, dat gaat goed. Heel goed. De meisjes zeggen encantada, Irene. De meisjes zeggen encantada. En de jongens zeggen encantado. Encantado. Met eindigt op een O. Dit is eigenlijk, moet je het zien als het volte deel wordt, van aangenaam kennis te maken. Encantada zeggen dus de meisjes altijd. Hè? Maakt niet uit wie je tegenover je hebt staan. Wat wel zo is. Misschien krijg je heel veel informatie. De een zal het fijn vinden, de ander zegt, nou, je kletst veel te veel. Maar oké, that's me. Nu zeg ik dus, encantada zeg je als je meisje bent, encantado zeg je als je een jongen bent. Maar heb je iemand die je tegenover je hebt staan en het is een jongen of een meisje en je wil zeggen welkom. En je hebt een meisje tegenover je staan, wat zeg je dan? Horen jullie die hond piepen bij mij? Nee? Ja, goed zo, Agnes. Die zocht ik inderdaad. En verder moet je daar niet te veel over nadenken. Want soms zeggen ze wel eens, ja, maar dan ga ik mijn werkwoord vervoegen en dan weet ik niet of het een jongen of een meisje is. Ik zeg, nee, met werkwoorden vervoegen hoef je daar niet over na te denken. Dat maakt helemaal niet uit of het een jongen of een meisje is. Je vervoegt gewoon je werkwoord zoals je je werkwoord moet vervoegen. Maakt niet uit of je een jongetje of een meisje voor je hebt staan. Alleen is dat soms in het geval met het volto deelwoord. Dus hier ook, bienvenida, zeg je welkom tegen een meisje. Bienvenido, zeg je welkom tegen een man. En is het een hele grote groep? Bijvoorbeeld 90 vrouwen en 1 man? Dan zeg je nog steeds, bienvenidos. Meervoud. Ja, goed zo, Christa. Die wist al wat ik ging zeggen. Bienvenidos. En al zijn het 90 vrouwen, wat zeg je dan? Ja, goed zo, achter. Bienvenidas, inderdaad. Dat was natuurlijk een inkoppertje. En voor de rest moet je daar niet te veel over nadenken
met het werkwoord of iets mannelijk of vrouwelijk is, hoor. Gewoon alleen even deze twee onthouden en voor de rest komt vanzelf weer in mijn les. En oh, dat leer je dan met de semi-gevorderde wel. Goed, boodschappen doen. Les 2, boodschappen doen. Hoe zeg je, dat is natuurlijk gewoon een makkelijke, waar is de markt? Dus ik vraag niet om de supermarkt, ik vraag waar is de markt? In ieder geval, dat willen jullie vragen. Je bent ergens in Spanje. Je denkt, jeetje, waar is die markt nou? Ja, is het nou ser of estar, Daniel? Ja. Inderdaad, super. Inderdaad, maar ik zeg ook altijd, onthoud gewoon, als je wat dan ook zoekt in Spanje, dat je gewoon die twee woorden moet gebruiken, donde está. En bij sommige mensen heb ik dat er zo in geramd, dat ze het altijd zo zeggen. En dan ook over zichzelf of zo. Maar donde está, dan heb ik het alleen maar over iets wat je zoekt. Dus niet vergeten dat het gaat om de derde vorm, zeg maar. Misschien praat ik een beetje cryptisch, maar ook dat merk je helemaal als je mijn cursus gaat doen. ¿Dónde está el mercado? Is dus het goede antwoord. ¿Dónde está? Gebruik je dus voor alles. ¿Dónde está la farmacia? De apotheek. ¿Dónde está el médico? Waar is de dokter? ¿Dónde están? Oh, dat moet ik weer niet zeggen. Las urgencias. Dus dat is spoedeisende hulp. ¿Dónde está? La iglesia, mocht je naar de kerk willen. Donde está la plaza. Dus dan gebruik je altijd donde está. Op allebei staan streepjes. Mocht je graag willen weten. In dit geval is het el mercado. Is het een klein markje, dan zeg je el mercadillo. Dubbel L is een J, hè? Deze begin ik niet met alfabet, hè? Nee, bij mijn beginnerscursus begin ik gewoon bij het alfabet, hè? Helemaal bij het begin. Stapje voor stapje voor stapje. En met die hele beginnerscursus leer je dus heel veel woordenschat. Echt mega veel woordenschat. En alle werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd. En met de semi-gevorderde, al kun je dus alle werkwoorden vervoegen in de tegenwoordige tijd, dan stap je over naar de semi-gevorderde. En daar leer je 4 makkelijke tijden om heel makkelijk Spaans te praten. Dit even over, gewoon over mijn cursus. Dus wat ik nu al zei. Zo, even kijken welk voorbeeld gaf ik toen. Dat je zegt, de H spreek ik niet uit. Oh, hasta luego. Dan spreek je de H natuurlijk niet uit. Donde está el mercadillo, dubbel L als in J. Wat wilde ik hier nog meer van vragen? Oh ja, en dan zeggen zij, die Spanjaarden, in hoog rap tempo, de markt is op het plein. Hoe zeggen ze dat? De markt is op het plein. Alfred, denk je, weet je, schiet mij mijn lek. Geen idee. Maar weet je, alles wat je een keer gehoord, dan weet je, ga je het vanzelf een keer een beetje onthouden. En dan zeg ik ook altijd erbij, schrijf ook op. In ieder geval, voor mij werkt het heel goed. Als ik iets moet onthouden, dan... Ik denk ineens aan iemand. Moet ik even een lijstje van maken. Als je het opschrijft, dan onthoud je het ook beter. Daarom zeg ik ook altijd, met die oefeningen, er zit in elke les zit een oefening, dan zeg ik ook, weet je, pak een mooi boek voor jezelf, een mooi notitieblok. Gebruik die voor al je oefeningen. Want als je opschrijft, onthoud je het weer beter. Weer een stapje, dat je het makkelijker gaat onthouden. En zeker hoe ouder we worden, hoe minder makkelijk. Nou, niet is het nou zozeer dat we minder makkelijk leren, maar je hebt gewoon je hoofd veel voller zitten, waardoor er minder bij kan. Daarom zijn ook al mijn simpele stapjes van 10 minuten. Want langer kan je je gewoon niet concentreren. In ieder geval de meeste mensen niet. Inderdaad, het antwoord. El mercado también está en la plaza. Plaza está en la plaza también. Ik weet niet wat je er nog meer zocht dan. También is natuurlijk ook. El mercado
Está en la plaza. Goed zo, Mathieu. Op está staat een streepje. Zonder streepje heeft een andere betekenis, maar het gaat toch meer om het Spaans praten dan om het schrijven. Hè? En als ik zie hoe mijn vriendinnen in de WhatsApp berichtjes schrijven, dan denk ik, jezus, wat een fouten. Maar goed, también betekent ook. Goed zo, iedereen. El mercado está en la plaza. En zij zocht denk ik twee dingen. El mercado está en la plaza y el supermercado está en la plaza. We gaan over naar les 3. Als iemand vragen heeft over lessen, gooi ook maar in de chat. Les 3. Betalen en hulpvragen. Ik heb natuurlijk, en zo zit mijn hele cursus in elkaar, echt alles waarvan ik denk, ja, dat heb je nodig. Daar moest ik dan een les van maken. En daarom heb ik in totaal dus mijn hele programma beginners en 31 lessen en semi-gevorderde 40. 41? 40, 41, ja. Omdat bij alles waarvan ik dacht, ja, maar dat moet je weten. Zeker toen ik hier, ik woonde natuurlijk hier, en toen dacht ik, ja, maar dit gebruik ik ook vaak, dat moeten jullie ook weten. En dat moet je ook weten. Dus daarom kwam ik op zoveel lessen, want dat is toch echt wel wat je allemaal moet weten. Maar je leert niks overbodigs, weet je. Je leert echt alles wat je nodig hebt om in Spanje te wonen of te werken of op vakantie te gaan. Even kijken. Mijn volgende vraag. Oh, zo kwam ik erop, omdat ik denk van, ja, dit is ook echt iets wat je nodig hebt. Betalen en hulp vragen. Maar een kletspraatje maken is natuurlijk ook, in ieder geval, eentje om te integreren. Nou weet ik wel, toen wij net hier gingen wonen, nou ik leek wel de koningin, en nog steeds hoor, want ik zwaai naar iedereen. En in het begin hadden de mensen echt zoiets van, oh, leuk, wie is zij? En dan gingen ze natuurlijk gewoon eerst achter je rug om, weet je, want zo zijn Spanjaarden ook wel. Of soms kwamen ze vragen van wie ben jij erin? En, oh ja, dat vond ook iemand. Maar goed. Dus om te integreren, begin je gewoon eerst met gedag zeggen en alleen maar te zwaaien. Maar weet je wat wel het resultaat is? Kijk, nu wonen wij hier in dit dorp in juni 5 jaar. Dat iedereen denkt, oh, daar heb je haar weer. Die zwaait naar iedereen. Dus ze beginnen maar alvast of met tuteren of met zwaaien. Want dan denken ze, daar heb je haar weer. Ik zwaai natuurlijk naar iedereen. Goed. Hoe vraag je? Waar kom jij vandaan? Grieken doen dat ook. Naar iedereen zwaaien? Ja? Oh, niet. Goed zo. Of van wie ben je erin? Oh, praten over iedereen, ja. Ja, maar weet je, als je ook verder niet zoveel te doen hebt in je leven, nou ja, dan ga je toch lekker over anderen praten. Ja. Als ik hier al die vrouwen zie, dit is wel, ik heb echt wel een heel erg leuk dorp hoor, maar ik vind het ook altijd zo leuk dat ze 's morgens allemaal in de badjas, weet je, ze lopen in de badjas of in de slippers of in de sloffies lopen ze naar de supermarkt en weet je, dat maakt allemaal niks uit. Je herkent ze ook bijna niet als we dan ineens een feest hebben. Dat je denkt van zo, zonder badjas zie je er heel anders uit. En, maar het enige wat ze zeggen, ja, ja weet je, ik maak mijn huis schoon. Dus dan is het wel leuk als ik over iemand te kletsen heb. De donde eres. Allemaal goed. De donde eres. Goed hoor, knap. Waar kom jij vandaan? Waar kom jij vandaan, hè? De donde eres. Nou, zeg maar waar je vandaan komt. Of zeg maar wie je bent en waar je vandaan komt. Oh, Kathleen. Nu zie ik je. Oh, leuk. Ik vind dat zo leuk. Ik heb echt wel heel veel cursisten ook uit België. En wij gaan ook een... Dat wordt dan mijn tweede Spaans in de praktijk rondreis. En dan gaan er ook mensen mee uit België. En ik vind het altijd zo leuk. Want ze hebben zulke leuke... Sommige andere uitdrukkingen. Die zijn echt
Dit is echt heel leuk. Leuk, zo'n gemengd gezelschap. Wil ik daarmee zeggen. Oh, kijk nou. Ja, Mathieu. Ik zeg natuurlijk nooit soy de España. Want als ze aan mij vragen, waar kom jij vandaan? Ja, soms noem ik de naam van dat dorp. Maar dan gaan ze natuurlijk heel hard lachen, want dat is natuurlijk helemaal niet wat ze bedoelen. Ze willen natuurlijk gewoon weten waar ik vandaan kom. Want tegen mij zeggen ze altijd, wat doet een Nederlander in godsnaam hier in deze omgeving? Dus inderdaad, je zegt soy de Holanda. Dus Mathieu, als jij wil zeggen dat je een Spanjaard bent, dan zeg je soy de España. Of soy de Belgica. Queen's Hill. Oh, dat is die Peter. Nee, Honslesdijk ben ik geboren en getogen, Peter. Van de Endeldijk ben ik erheen. Grappig dit. Soy de Belgica. Soy de Belgica. Dat is het land, hè? Belgica is het land. Ik. Soy. Of je zegt soy de Holanda. Of je zegt. Even kijken hoor, zegt iemand anders nog. Ja, inderdaad, soy belga. Soy belga. Al heb je de. Al ben je een Belg. Maar. Mannetjes en vrouwtjes zeggen allebei soy belga. En in Nederland zeggen de meisjes zeggen soy holandesa. Soy holandesa. En de jongetjes zeggen soy holandes. Met een kleine letter, zie je dat? Met een kleine letter. Oh. Dat is lekker. Lekker dicht bij het strand woon je. Cool. Goed. En dan vragen die Spanjaarden. De Spanjaarden willen altijd alles weten. Ben je hier op vakantie? Wie weet dat toevallig? Hoe je dat vraagt. Ben je hier op vakantie? Ben je op vakantie? Oh, dat is een leuke variant, Lily. Oh, Daniel, je hebt echt een probleem met soyen, met serren en staren. Snap ik hoor, want dat heeft eigenlijk bijna iedereen hoor. Nou. Pom, pom, pom. Vorige week gaf ik een live les aan de beginners, aan de cursisten van mijn beginnerscursus. Ze hebben les 1 tot en met 10 gedaan. Ik zal die video ook delen, maar dan alleen aan mijn cursisten. Ik ga natuurlijk niet alles weggeven. Maar aanstaande woensdag ga ik dus een live les doen, ook weer voor de beginners. Maar dan over de werkwoorden serren en staar. Daar heb ik hele mooie speakbriefjes bij. Maar dat is alleen voor cursisten. Dat is dus niet voor iedereen. Dat is alleen voor de cursisten van de beginners alleen. Video beginners. 1 tot en met 10. Ja, zie je? Serren en staren. Is echt altijd een dingetje. Weet je wat je wel makkelijk kunt onthouden? Estar is altijd plaats. En iets tijdelijk zijn. Estar heeft de T van tijdelijk zijn, estar. En ser is eigenlijk in alle andere gevallen. Ser is dus iets wat je altijd bent. Maar ook vrienden, familie, beroepen. Dat je ook denkt van, nou, mijn beroep is toch eigenlijk ook niet mijn hele leven. Toch gebruik je daar het werkwoord ser voor. Maar ook karaktereigenschappen. Dus als je eigenlijk maar onthoudt, estar is dus gewoon tijdelijk zijn en plaats. Dan weet je, oké, estás de vacaciones aquí. Op vakantie ben je natuurlijk tijdelijk. Dat is natuurlijk niet iets wat je heel je leven doet. Nou, op dit moment hebben we allemaal vakantie. Alquilamos. Oh. Oh, goed zo.
Ja, heerlijk is dat natuurlijk. Dus, estás, even het goede antwoord, even duidelijk. Estás de vacaciones aquí. Estás de vacaciones aquí. Zo. En dan geef je antwoord. Geef me antwoord. Nee, ik ben niet op vakantie. Of nee, ik woon hier. Voor alle mensen die in Spanje wonen. Dat zijn er veel, hè? Of er zijn ook heel veel mensen die wonen half Spanje, half Nederland. Dat ik denk, ja, dat is ook heerlijk. Of half België natuurlijk. Of het hele jaar door in Spanje. Didi, ik denk als je de beginnerscursus gaat doen, dat je er heel blij van gaat worden. Want je weet best wel wat woordjes, maar dan gaan er heel veel kwartjes vallen. Oh ja, no estoy de vacaciones is het dan, ik weet even je naam niet, EECKM, die 3 maanden in een huis zit, dan is het weer... No estoy de vacaciones, hè? No estoy de vacaciones. Want dat was weer estar van dat tijdelijk zijn. En plaats ook. No estoy aquí de vacaciones, pero vivo aquí. Super mooi, Jan. Mooie zin. No estoy de vacaciones, pero vivo un medio año in España. Super, Irene. Dat is mooi. Oh, oké. Okay. Peter, dan zeg je... No. Ja, dan is het werkwoord tener. Tengo una casa. Tengo una casa aquí. Para las vacaciones. No estoy de vacaciones. Vivo aquí. Is het dan in dit geval? No estoy de vacaciones. Pero vivo aquí. Kijk, dit is al het werkwoord estar en het werkwoord vivir. Dat is de werkwoorden vervoegen bij de beginners. Dat is pas vanaf les 21. Nee, dat is niet waar. Vanaf les 8 begin je al met de ER-werkwoorden. 21 krijg je de AR, ER, IR-werkwoorden. En 28 heb je ze allemaal. En daarna gaan de mensen door naar de semi-gevorderde. En dan leer je makkelijk Spaans praten in 4 tijden. Oké, okay. No estoy aquí de vacaciones, pero vivo aquí. Muy bien. Siguiente. Kijk, we gaan door die les heen. Oh, normaal duurt altijd een gratis... Nee, niet een gratis. Normaal duurt altijd een live les. De live lessen die ik elke week geef aan de beginners en semi-gevorderden, die duren altijd 3 kwartier. Dus dat is altijd op maandagavond. 3 kwartier... Even kijken hoor. Les 4. Kortingen en tellen. Kijk, kortingen, want daar zijn we natuurlijk Nederlanders voor. Maar ook omdat je in Spanje heel makkelijk korting kan krijgen. Want ze geven overal kortingen op voor kindertjes, volwassenen of jubilados. Hoe noem je dat? Gepensioneerden, studenten, van alles en nog wat. Dus onze vraag is: is er een korting? En dan vraag je maar een korting omdat jij een korting wil, omdat jij met pensioen bent of omdat jij een grote familie hebt. 3 kinderen is al hier al een grote familie. Student bent of gehandicapt bent. Goed zo. Dat is een mooie zin. Inderdaad. Ah, no sabes. No sabes, Wilma. Meer mensen weten het niet. Maar doe gewoon even mijn gratis lessen. Dan weet je het wel. Die gratis lessen, die zijn natuurlijk, die staan toch, kijk, hier heb je even de link. Want een account heb je er wel. Oh,
Cursus.nl, supergoed, Spaans leren.nl. Hier heb je natuurlijk mijn gratis lessen. Maar als je je inschrijft, krijg je daar ook automatisch een link voor, hè? Inderdaad, hay un descuento para estudiantes, heel goed. Voor studenten, para jubilados, heel goed. Gepensioneerden. Of heb je een gezin met 3 kinderen? Ben je familia numerosa? Zeg maar, ja, een tal, hoe noem je dat in het Nederlands? Een talrijke familie. 3 kinderen is dat. 3 of meer. Familia numerosa, krijg je overal korting op. Oké. Nou, die korting hebben we gekregen. Nu gaan we naar het restaurant. En dan zitten we bij het restaurant. En dan vragen we, heeft u het menu van de dag? Heeft u het menu van de dag? Is dat heerlijk. Dan krijg je natuurlijk lekker 3 gangen. Je mag kiezen wat je wil. Kost geen drol. Olivia doet ze Frans, of niet ook? Goed zo, Daniel. Goed zo, Wilma. Top. Inderdaad. Tienes? Tienes is natuurlijk heb jij. Tiene is heeft u. Als je netjes u wilt zeggen. Heeft u? Tiene menu del día. Menu van de dag. Ja, goed zo, Jan. Mooie zin. Tiene usted menu del día. Cool. Tiene menu del día. Tiene usted. Of, even kijken, wat heb ik in mijn les staan? Oh ja, tienes menu del día. Oh, tenéis is jullie, hè? Hebben jullie. Oh, deze zin had ik natuurlijk eerst moeten vragen. Hoe zeg je? Wij gaan naar het restaurant. Of, zeg maar waar je graag heen wil. Wij gaan naar het strand. Of wij gaan naar het bos. Of wij gaan naar huis. Of wij gaan naar... Nou, doe maar huis niet, want er zitten we allemaal opgesloten. In ieder geval wij hier in Spanje wel. A la playa. Al parque, inderdaad. Park is hier ook gewoon de speeltuin, hè? En het kinderspeeltuintje. Waarom zou het parken, zeggen die kindertjes allemaal? Nos usa mucho hoy en día. Ah, usted nos usa. Oh, dat zei je net ook, Jan. Ja, het ligt eraan waar je woont, hoor. Want dat zei ik net ook. Hier wordt gewoon usted gebruikt, hoor. Heel veel. Gewoon... Maar ja, wij wonen ook met heel veel oudere mensen. En iedereen zegt toch usted. Echt waar, absoluut. Of het is vamos a casa, Peter. Vamos a casa. Vamos. El restaurante. Het is el restaurante. En dan el... Oh, moet ik natuurlijk andersom zeggen. Nou ja, dat leer je ook allemaal uitgebreid in mijn cursus, hoor. A plus el wordt al. Dus dan zeg je, vamos, vamos, al restaurante. Maar dat is alleen maar als je naar iets mannelijks gaat. En dan bedoel ik, restaurant is een mannelijk woord. Want je zegt dus wel, vamos a la playa. Want la playa is vrouwelijk. Vamos a casa is omdat je gewoon zegt, we gaan naar huis. We gaan naar het huis, zeg je niet. We gaan naar huis. Vamos al restaurante. Vamos a... Nou ja, waar je heen wil. Al supermercado. Omdat supermercado mannelijk is. Daarom zeg ik al. Al zeg ik vamos a la farmacia. Dan we gaan naar de apotheek. Omdat het la farmacia is. Dus dan is het vamos a la farmacia. Oké, hoe laat zitten we? We zijn alweer 3 kwartier bezig. Die lessen gaan altijd, tijd gaat altijd snel. Nou is het natuurlijk ook zo dat we vandaag wel 5 lessen oefenen. En normaal doe ik met de beginners altijd 3 lessen.
En met de semi-gevorderde doe ik altijd maar 2 lessen. Want dan doen we natuurlijk ook Spaans praten, weet je. Dan zeg ik ook allemaal, het zijn kleine groepen, maximaal 15 mensen. En dan zeg ik, hop, alle microfoons aan. En dan gaan we natuurlijk ook Spaans praten, hè? Want dat is natuurlijk ook belangrijk om te oefenen. Maar dat is alleen met de live lessen, uiteraard. Goed. Ik zeg altijd, ik wil niemand leren schelden, maar Spanjaarden doen niet anders. En als ik dat wel eens op Facebook zeg, heb je die weer van die mensen die zeggen, nee hoor, bij ons niet. Dat ik denk van ja, of je verstaat het niet, maar Spanjaarden zijn echt... ga maar eens goed luisteren. Er zitten heel veel scheldwoorden in. Ook op tv gewoon, hè. Want zeker voor Nederlanders, Belgen ook. Voor ons is het een beetje not done. Maar hier zie je het ook gewoon in series dat ik denk... Oh, dat zeggen ze gewoon zo op een serie. Zeggen ze gewoon. Goed. Dus het is niet zo dat ik jullie wil leren schelden. Maar je moet gewoon weten wat die Spanjaarden zeggen. Hoe noemen ze ons buitenlanders? Een soort van scheldwoord waarvan ze denken, oh, dat snappen jullie toch niet. Nou, dat snappen wij nu, vanaf nu wel. Oh, weet je niet. Ik wil zo lachen. Peter. Maar dat is het echt. Dat is het echt. Als je dat wilt zeggen, gilipollas is dubbel L-A-S. En dat betekent sukkel. Dat is een meervoud. En Alfred denkt, hé, nou gaan we maar eens opschrijven. Dit is interessant. Nu wordt het leuk. Je schrijft natuurlijk niet met een J, hè, Peter? Want de J heeft een G-klank. Dus dan zou jij, hoe jij het nu schrijft, zou je zeggen gilipoja. Parasitos. Nou zeg. Nou, die heb ik echt nog nooit gehoord, Anne. Ik zou ook echt zwaar beledigd zijn al zou iemand dat tegen mij zeggen. Oh, je hebt ze ook nog nooit gehoord. Oh, ik wou net zeggen. Gilipollas wel hoor. Gilipollas wordt heel veel gebruikt en is gewoon sukkel. Kan je best zeggen. Niet tegen de agent natuurlijk, want dan krijg je gelijk een knuppel in je nek. Want zo zijn ze hier in Spanje ook wel. Dat ze echt... Nou, ik zie ook steeds meer filmpjes dat ik denk, oh, ze zijn zo erg. Maar goed. Inderdaad, Kathleen heeft een goeie. Kijk naar het antwoord van Kathleen. Het is giri. Estos giris. Als je dat woord hoort, weet je dat ze het over jou hebben. Dan weten ze dat je het over buitenlanders hebben. En ze denken altijd, oh, die buitenlanders kennen dat woord niet. Nou, ik zal wel zorgen dat iedereen het woord leert. Want dan kan je gewoon zeggen, ¿qué pasa? Gilipollas. Zeg je dan gewoon. Alfred Dijk schrijven we ook weer op. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ook zo, wat moet je? Wat is er aan de hand? ¿Qué pasa? Giri is gewoon... buitenlander. Giri's gebruiken ze als een soort van scheldwoord voor buitenlanders. Maar... of er nog een andere... Wat het, ik weet alleen dat ze het gebruiken voor... Oh ja, grappig. Gewoon als buitenlander. Wilma, als jij hoort giri's, dan weet je gewoon dat ze het hebben over de buitenlanders. En wat het dan letterlijk betekent, dan weet ik niet of het een letterlijke betekent. In ieder geval voor buitenlanders. ¿Qué pasa, hombre? Inderdaad, heel goed, Peter, inderdaad. Want het is gewoon ¿qué pasa, hombre? Wat is er aan de hand? Of hoe gaat het? Zeggen ze ook ¿qué pasa? Zeggen ze ook heel vaak. Als hoe gaat het? Elena zegt, in Spaanse series hoor ik vaak puta. Ja, en die Nederlanders die geven allerlei vertalingen. Want die denken ook, hoe? Maar Spanjaarden, die. Dat is wel een scheldwoord hoor. Want dat zeg ik natuurlijk in mijn les ook. Als je zegt, estoy de puta madre, dan gaat het supergoed met je. Dus dat is wel weer een groot verschil. Als je zegt, estoy de puta madre. Maar dat zeg je meer tegen vrienden. Een beetje tegen. Dat zeg je niet tegen mensen die je niet goed kent. Kijk, ik heb lekker zonnetje. Maar als je zegt toepoeta, dat zeg ik natuurlijk ook toepoeta, dat moet je dus nooit zeggen. En dan moet je ook tegen dat ook, dat je gewoon weet dat je dat nooit moet zeggen. Want dat is wel grof. Dan is het natuurlijk gewoon
Nee, ja, ik krijg het daar ook altijd een beetje warm van. Als ik moet gaan schelden hier. Poeta is natuurlijk gewoon hoer in het Nederlands. Maar kijk, in het Nederlands is het gewoon not done, dat schelden. En ik krijg er ook altijd, weet je, ik krijg er altijd een beetje warm van. Als ik dat dan in een les moet gaan vertellen. Maar voor Spanjaarden is het dus heel normaal. Kijk, bijvoorbeeld. Even kijken, hoe zeg ik dit? Hoe ga ik dit weer... soms zeg ik van, nou, dan gebruik ik dit woord wel. Dan klinkt het iets minder hard. Als verdorie. Wie weet wat ze dan zeggen? Ik gebruik het als verdorie, omdat het zo eigenlijk letterlijk de vertaling is in Nederland. Niet. Dat is niet letterlijk de vertaling in Nederland. Letterlijk is het gewoon een vrouwelijk geslachtsgedeel. De geslachtsdeel, hoe noem je dat? Maar Spanjaarden gebruiken het wel. Zowat in elke zin. Wie weet waar ik het over heb? Nee, Wilma. Nee. Dat is piemel. Nee, als ik het zeg, dan zou je wel denken van... Oh, bedoel je... Oh, jullie kunnen wel leuk schelden allemaal. Dat is natuurlijk lekker, hè? Dan hoef je... Doe je lekker je camera uit en dan... Cojones. Dat zijn... Wopke. Oh, die ken ik niet, Jan. Maar ik denk ook als ik het hier in het dorp ga zeggen, dat ze hem ook niet snappen. Inderdaad, Anja, die zocht ik. Coño. Coño. Ik heb heel veel vrienden van boven de 80. Die gebruiken dat ook, hè? Coño, zeggen ze gewoon. Maricona Playa. Ja, maar dat zullen ze ook hier niet zeggen, want wij hebben helemaal geen strand in de buurt. Wel Maricon. Maricon, maar dat is natuurlijk gewoon homo. Een naar woord voor homo. Coño. Coño, hè. Het is met een enje. Die zegt coño. Nou, dat is vrouwelijk geslachtsdeel. Maar ik ging een keer een spelletje doen, want dan doe ik met mijn live lessen doe ik altijd Spaanse spelletjes. Hè? En dan moeten ze bijvoorbeeld, dat deden we het spelletje, wat ben ik? En toen ging iemand het vertellen in het Spaans. En dan moeten wij raden over welk spel die het heeft, of waar die het over heeft. En toen had hij het over, ay, siete coños of zo, of once coños. En ik lachen. Want ik denk, dat klopt natuurlijk helemaal niet wat hij zegt. Maar hij bedoelde conos, en dat zijn kegels, weet je. Hij had het over bolen of zo, of het kegelspel. Maar conos, hoe Wilma het nu schrijft, zo zonder eenje, zonder krulletje erboven. Dan kan het ook een horentje zijn van een ijsje. Dus je kan ze ook bij de supermarkt zien liggen, dat je niet denkt van, huh, is dat dan? Dat ligt eraan of het een N is of een N-je. N-je is natuurlijk die N met dat krulletje erboven. Nee, die zit... Ja. Ik heb een Spaans toetsenbord, dus ik weet ook even... Hij zit... Het is wel ergens in. Culo. Culo is kont. Alfred, schrijf op. Culo is kont. Goed. Oké, ik krijg er alweer warm van. Hoe zeg je... Wat heb je een of een rot humeur of een slecht humeur? Ik zeg altijd, mijn hond heeft dit. Hoe noem je dat? Als je zegt van, wat een rot humeur of wat een slecht humeur heb je? Hoe zeg je dat? Of heb je het niet zo naar je zin? Of ben je een beetje in een pestbui? Die perre. Ja, inderdaad. Heel goed, heel goed, goed. Heel goed, Jacqueline. No me gusta nada. Dan is het no me gusta nada. Qué mal humor. Qué mal humor tienes. Heel goed, Irene. Dat is een mooie zin. Oh. Dan is het... Tienes un día malo, wordt het dan, hè? Un mal día. Leer je ook in mijn lessen.
Que mal humor. Wordt het dan andersom, hè? Que mala leche. Die zocht ik. Tengo un día muy mala. Ja. Inderdaad. No me siento bien. Tengo un día muy mala. Heel goed. Mooie zin, Christa. Maar wat ik zocht is... Que mala leche. Dat is ook een uitdrukking. Want ik weet nog wel... Nou ja, dat is dus 25 jaar geleden. Toen werkte ik in een... werkte ik op Mallorca. Toen zei een van die obers tegen mij zo van... Zo... Tienes mala leche, zei hij dan tegen mij. Tienes mala leche. Dat ik dacht, mala leche. Nou, leche is melk, slechte melk. Ik snapte er helemaal niks van. Nou, toen kwam ik erachter, ging hij me uitleggen dat dat een slechte humeur was. Maar dat was natuurlijk gewoon mijn gewone gezicht. Als ik gewoon kijk, dan ziet dat er niet zo gezellig uit, blijkbaar. Dus toen vroeg hij, ja, dus leche is inderdaad melk. Maar oké, mala leche is dus zeg maar de uitdrukking van een slecht humeur. Ik zeg altijd... Mi perro of mi perra, het is een vrouwtje, tiene mala leche. Als er een hond in de buurt komt, dan gaat ze zo grommen. Dus dan zeg ik gewoon, tiene mala leche. Maar la leche is inderdaad melk. Ze zeggen ook la leche, es la leche. Dat is super, maar dat zijn weer allemaal uitdrukkingen. Als iets super cool is, es la leche. Maar dat zijn ook weer allerlei uitdrukkingen. Het is ook leuk als je je Spaans beter wilt krijgen... om Netflix-series te kijken. Er zijn hele goede Spaanse series. Ik heb ook op mijn cursuswebsite ook zo'n kopje staan met Netflix-series met alle goede titels. En er zijn er ook weer een paar hele goede bijgekomen afgelopen maanden. En die zet ik allemaal in dat lijstje. En heel vaak zeggen mensen ook van, nou, zet die er nog even bij en die erbij. Cool. Ja, inderdaad, Lily. Dat is superleuk. En ik weet ook zeker dat je het heel leuk gaat vinden. En zeker nu we toch allemaal opgesloten zitten, zie ik dat heel veel mensen die tijd dus supergoed gebruiken. Kijk, als je toch opgesloten zit, dan is het wel handig als je er straks uitkomt, als we straks weer vrijgelaten worden, dat je Spaans spreekt. Want straks worden we natuurlijk gewoon weer vrijgelaten. En hoe cool is het als je dan straks Spaans spreekt? En dan kan je kiezen. Of ik doe de online lessen, beginners of semi-gevorderden, gewoon lekker in mijn eigen tempo. En ik ga gewoon in mijn eigen tempo doen. Kan je in 16 weken doen. Of je zegt, ik ga nu beginnen met de online lessen. Maar op 7 september zit ik in die live klas. Want mijn live klassen zijn wel heel leuk. Dan moet ik wel zeggen dat de semi-gevorderde bijna vol zit. En dan doen we dit natuurlijk elke week. Elke week zeg ik, oké, jongens, deze week doen we les 1, 2 en 3. Die week daarna les 4, 5 en 6. En zo oefenen we die hele cursus. En dan weet je gewoon, daarom zat ik er net, 61% heeft mijn cursus al, maar is nog niet begonnen. Dat het ook fijn is om een stok achter de deur te hebben. Kijk, als je gewoon weet van, nou weet je, 7 september, dan moet ik daar zitten. En voor de kerst ben ik klaar. Dat is natuurlijk heerlijk. Dat je weet gewoon, oké, ik heb een stok achter de deur. Het enige wat ik nu moet doen is alleen maar tempo bijhouden. Dus. Oh, dat is ook grappig, Peter, wat je dan zegt. Oké, ja, inderdaad. Nee, maar de les is ook afgelopen. Ik wil alleen zeggen, als er vragen zijn, gooi in de chat. Of als je zegt, joh, ik ga... Want ik heb natuurlijk deze week... Ik zeg nu natuurlijk iedere keer, omdat we allemaal opgesloten zitten. En ik heb ook zoiets, ja, ik zit ook opgesloten. Nou ja, dan vind ik het hartstikke leuk om live les te geven. Gewoon ook om lekker bezig te zijn. Maar ook om iedereen verder te helpen. Dus iedereen die nu gaat beginnen met de beginnerscursus. Volgende week woensdag hebben we weer een live les. En dan doen we Serre Nestar. En dan krijg je van mij ook nog even les... De video, de live les van de vorige keer. Dan doen we les 1 tot en met 10. En dan gaan we dus nu verder. En zo trek ik iedereen door die cursus heen. Want het is gewoon leuk in een groep. En in ieder geval vind ik. Plus dat ik 100.000 keer dingen erbij vertel. Dus als mensen mee willen gaan doen. Kan je even kijken bij supergoedspaansleren.nl/nu. Voor het superpakket, daarin zitten beginners, semi-gevorderden en 8 bonussen en een privéles met mij. Ook heel leuk. En die mag je inwisselen wanneer je wilt. Hè? Of de
beginnerscursus. Ik weet het niet. Heeft iemand een vraag? Want ik kan links er zo inzetten. Of je kijkt op supergoedspaansleren.nl/nu. Ik ga straks even de opname ook nog versturen. Echt waar? Dat is cool, Jan. En wie is jouw nieta dan? Vivir dos veces. Vivir dos veces. Ik heb wel vivir sin permiso. Nee, ik doe niks via Facebook, hè, Kathleen? Alles gaat via mijn cursuswebsite. Facebook doe ik helemaal niks. Ja, maar ik bedoel, welk personage speelt ze dan in Vivir? Vivir dos veces. Ik heb hem wel voorbij zien komen. Wat leuk. Ik zie maar weinig mensen online. Oh, je bedoelt in de besloten Facebook. Of in de besloten groep, cursusgroep. Ja, maar dat is Vivir sin permiso. Toch? Ja? Over Alzheimer. Niet met mijn e-mailadres en wachtwoord. Wat bedoel jij, Kathleen? Kan je niet inloggen? Oh, die gaat ook over Alzheimer. Volgens mij heb ik hem al gezien, die film. Op zich, als je een cursus koopt, moet je altijd even kijken. Oké, ik koop de cursus met dit e-mailadres. Want aan je e-mailadres zit altijd jouw cursus vastgekoppeld. En dan log je in op ik heb al een account. Want iedereen die zich inschrijft voor de gratis lessen, heeft dan ook automatisch een account op mijn cursuswebsite. En daar zou je dus zo in moeten kunnen. Ja, via Facebook hoef je niet in te loggen, want ik heb niks gekoppeld staan met Facebook. Ja, goed zo. Irene, ik denk dat jij, Irene, jij kan als je de werkwoorden kunt vervoegen, hè, in de tegenwoordige tijd, dan kan je beginnen met de semi-gevorderde. Kathleen, stuur mij anders even je e-mailadres. Hier, naar dit e-mailadres. Jouw e-mailadres naar dit e-mailadres. Dan stuur ik jou even het stappenplan. Dus dan zie je stap 1. Dit is de cursuswebsite. Stap 2. Ga naar semi-gevorderde. Daar kan je natuurlijk nu gelijk mee beginnen. Maar de live lessen beginnen 7 september. Maar ik heb nu al heel veel mensen die hebben de cursus al gekocht. Dus die gaan nu op gemak hier gaan ze alvast de lessen doen. Zodat ze op 7 september zitten ze in het klaslokaal. En hoeven ze alleen nog maar te herhalen. En alleen maar te oefenen. En dan worden ze natuurlijk nog 100.000 keer beter. Dus daar kan je gewoon nu mee starten. En dan zal ik jou anders even de link geven. Want, ja, dankjewel Mathieu. Leuk dat je erbij was. Ik zou zeggen, tot gauw. Even kijken. Semi-gevorderde live semi-gevorderde. Ik heb hier 2 links. Kijk, is dat duidelijk? Ja, de ene is de bovenste, is de online lessen van de semi-gevorderde. De andere online semi-gevorderde lessen. Plus 16 live lessen. Ja, heel goed. Agnes ook bedankt, Irene ook bedankt. Leuk dat jullie erbij waren, superleuk. Ik ga de opname nog even naar jullie toesturen. Ook de links, dus dan kan je er nog even over nadenken. Alleen... vandaag zijn alle aanbiedingen, want alles wat je koopt aan hele cursus, krijg je de podcast cadeau, de 80 podcast krijg je cadeau erbij en de 75 plus minuutje krijg je er cadeau bij. En het Super Spaanse Les pakket heeft nu €40 korting. Dus dat is natuurlijk ook... Groet in Jan, die is ook leuk. Dat is ook leuk om zo je naam zo te noemen. Goed, ik zou zeggen... Als er vragen zijn, mail mij gewoon op info@supergoedspaansleren.nl of kijk even op supergoedspaansleren.nl/nu.
voor de aanbieding van vandaag. En hasta luego. Hasta la próxima, zeg ik gewoon. Hasta la próxima. Adiós.